Ik ga deze ook gewoon naast zetten, wie weet. Dit is dus met limoncello, iets met witte chocola. Oh my god, iedereen is heel erg enthousiast. Het kan gewoon voor 46 euro. Zijn jullie lekker bezig? Ja, dat wel. Ja. Ik ben over een paar seconden bij het pand en Nicola is al een paar uur bezig om de vloer te leggen. Ik kan echt niet wachten om het te zien. Zo spannend. Eindelijk. Hey. Boe. Hey. Lekker bezig. Zo. Netjes, hé? Oké, maar het zal over heen lopen. Ik zonde. Sorry? Ik zonde om overheen te lopen. Ja, ik mag er gelijk overheen. Het ligt muur vast. Vind je het wat? Ja, tuurlijk. Supermooi. Ik kreeg al reacties op Instagram hoor. Van wow, dat is even wat anders. Ja, ik kreeg gelijk één volger erbij. Hey. Nou, wij gingen dus even lunchen. Terwijl Nicola hard aan het werk is. En het leuke is, we waren dus bij achteraf hier in de Dorpsstraat. En we waren er nog niet geweest. En ik vertelde gewoon over de zaak en op het Koningsdag met een tap. En toen vroeg hij, heb je straks ook een tap? En toen vertelde ik dat dat niet kan omdat het te klein is. En toen zei hij ineens, mijn eigenaar heeft voor zijn verjaardag van ons een kleine tap gekregen. En die gebruiken we niet, want we hebben zelf een super grote tap staan. En misschien doet hij hem weg. Dus ik bel Mel van, hey, wat denk je? Toen zei ze, nou, vraag maar wat hij kost. En toen ging hij dus met zijn baas, met de eigenaar overleggen. En toen zei de eigenaar, je mag hem hebben. En toen moest ik dus eigenlijk een beetje bijna huilen, maar ik heb het ingehouden. Maar... zo aardig. Die fusjes zijn wel iets duurder dan normale fus, dus je marge is wat minder. Maar daardoor hebben we wel gewoon een tap die we op feestdagen kunnen gebruiken. Of op het terras kunnen zetten. Of wel vast hier kunnen zetten als het past. Het is echt super vet. Nicola is nog wel even bezig. Ik ga er vandoor. Is het lijm? Ja, het is lijm. Zit de muur vast. Daar moeten we niet overheen lopen. Je hebt de zijkant te peuren met je vinger erop voelen. Oh ja. Top. Nou, super. Ik ben echt heel benieuwd straks. Nou, de vloer. Ik heb een rode wangen. Wow, de vloer wordt echt super mooi. Hij had twee pakketten te weinig, want de vloer bleek iets groter dus te zijn dan dat we dachten. Dus die heeft hij vanmiddag opgehaald. En dan komt hij dat morgenochtend nog leggen. En doet hij morgenochtend ook de plinten. Dus dat is helemaal top. En dan hebben we morgen de vloer. Daar heb ik echt heel veel zin in. Nu ga ik hem bellen met Elise. Het is al bijna 9 uur 's avonds. Echt super chill dat ze nog tijd heeft kunnen maken. Want het was natuurlijk een beetje een rare week. En gaan we even wat dingetjes bespreken. Ook wat wijzigingen in de menukaart. En feedback die ik heb gekregen van mensen. Die zij heeft gekregen van mensen. De tap hebben we hier gezet. En die gaan we morgen op een verjaardag. Morgen vier op een verjaardag. Gaan we die even thuis uittesten. Dus ik ben super benieuwd. We hebben fusten besteld. Die komen morgen binnen. Dus echt leuk. Lang niet gesproken voor mijn gevoel. De ouders van Elise zitten ook gezellig mee te denken. Maar het is echt lastig, joh, al die feedback. Maar inderdaad, ik weet wel wat ik heb geleerd in het leven. Is dat je soms... Ik heb altijd heel veel ideeën en altijd heel veel. En ik weet dat het vaak meer is dan een ander zou doen. Dus ik moet wel zeg maar naar het advies luisteren van mensen. Dat het misschien verstandiger is om bepaalde dingen te schrappen. Niet zozeer helemaal te schrappen van dat de dingen die ik heb bedacht niet gaan gebeuren. Maar wel dat je ze niet allemaal uitschrijft, zeg maar. Waardoor mensen denken van holy shit, wat is dit allemaal, snap je? Elise kijkt van wat zegt zij nou allemaal? Toch? Ik was aan het luisteren. Ja, ik heb het over de dips dus voor de mensen die dat natuurlijk nu niet begrijpen. Die hele lijst met dips is misschien een beetje verwarrend. Want iedereen denkt van wat moet ik hiermee, wat is dit, lust ik dit wel? Dus daarmee bedoel ik van de dips gaan niet weg. Alleen ze hoeven niet helemaal uitgeschreven te worden op de kaart. En ze komen gewoon op je plank. Weet je wat ook is? Het zijn hele kleine bakjes. Hè? Je krijgt allemaal kleine, heel veel krijg je van alles een klein beetje. Dus als je een dip niet lekker vindt is het ook helemaal niet zo heel erg. Dan neem je de volgende. Ja. Kijk, als je maar twee dips krijgt en eentje ervan vind je vies, dan is het niet leuk. Ook als ik het niet lekker vind, vind ik het nog leuk van, oh, dit vind ik niks. Oh, dit vind ik heel lekker. Dat je echt een beetje zo'n proeverijtje hebt. Als je die plank zelf gaat brengen, kan je zeggen, dit gaat heel goed samen met deze dip. Dit gaat heel goed samen met deze dip. Alleen kijk, dan doen ze het dus zo. Alleen de plank en dan is het klaar op deze frituurdingen na. En olijven en soep. Maar ik weet dan nog steeds niet wat we met de brunchplank moeten doen. Ik vind dat zo wel goed. En dan staan daar wel alle dips. En dan denk je jouw vriendin, oh, dan krijg ik dus die dip bij de borrel. Dan wil ik het niet. Ja, dat is misschien wel waar. We hebben het even over Elise, de vriendinnen die kritisch zijn en niet veel dingen lusten. Omdat het ook natuurlijk heel veel mensen dat hebben. Kies twee dips. Ja, maar dan is die hele brunchplank gewoon dood. Ja, ik heb ook gezegd, wordt gesfeerd met verstuurde deze brood twee dips. Maar dan zouden ze ook niet bestellen. Want dan zouden ze denken, wat voor dips? Dat lust ik niet. Ja, precies. Nee, ik zou bij deze denk ik wel de keuze houden. Het is het eerste wat je leest, hè?
Dan denk je, wat is dit allemaal? Dan ga je naar de borrelplank en denk je, wat is dit voor vaag gedoe? Twee dips, wat voor dips dan? Zijn dat dezelfde dips als daar? Ja, je kunt niet zelf beslissen dat je iemand een artisjok bonendip geeft. Ik zeg, als het er heel veel zijn, is het niet erg. Maar als dat bijna het enige is van je brunch, kan je dat niet doen. Want bij de deluxe krijg je dus veel dips in kleine bakjes. En bij de brunchplank krijg je twee dips. Ja, dat was wel de bedoeling. Ja, maar dan vind ik het niet zo raar dat je bij de ene wel kan kiezen en bij de andere niet. Ja, het is dus alleen dat je ze dan... Ik ga de mascarpone chili er wel afhalen trouwens. Misschien ga ik hem wel bij de plank doen, maar niet los als dip, want het is niet huisgemaakt. De brunchplank is gewoon brood waar je wat op smeert. Twee dingen. En waar je wat op legt. Dus gewoon, je maakt gewoon echt een eigen broodje. Ja. En de borrelplank is totaal anders. Dat is echt borrelen met Franse kaas en vis en droge worst en olijf. Het is echt niet te vergelijken. Het is heel anders. Ja, je kunt ook ervoor kiezen om bij de brunchplank wel standaard dingen zoals roomkaas en zo te doen. Dan heb je wel meer inkoop. Ja, als je ergens gaat lunchen, is de roomkaas denk ik ook gewoon uit het bakje, toch? Alleen, ik snap dan zeg maar niet waarom je die twee toppings hebt. Want die toppings, die zitten toch ook op de deluxe borrelplank? Nee, is wel anders. Maar ook de vis? Ja, dit is echt broodbeleg. Avocado, een eitje, dat zit niet op de borrelplank. Gerookte kip zit niet op de borrelplank. Nee, maar die zalm. Ja, op de borrelplank is het wel andere zalm dan op brood. Op brood is gewoon normale zalm, op de borrelplank is echt van die dikke gerookte zalm, sashimi. Maar dat heeft een roomkaas, weet je, dat is ook, dan koop je gewoon een klein bakje, niet een mega verpakking. Zet ik er niet bij dat het huisgemaakt is, of zo? Wel! Ja, die zijn allemaal zelf gemaakt. Maar ga je zelf maar maken of niet? Ja, alles, behalve die roomkaas. Nou ja, dan moet je zeker, dat moet je benadrukken, zelf gemaakt. Ja, dat staat er dus bij die borrelplank wel, maar als ik dat hier zet, ik ga niet overal zeggen huisgemaakt. Nee. Kijk, bij die borrelplank staat er huisgemaakt en denk je, wauw. Maar bij de brunch bestel je gewoon wat je lekker vindt, denk je van, oh, ik neem pesto. En dan krijg je hem en denk je, wow, deze is echt zelf gemaakt. Dat proef ik, of zo. Nou, vandaag weer mijn verjaardag en we gaan dus de tap uittesten. Zo benieuwd. Deze hebben we gisteren besteld. Dus een 8 liter. En het lijkt me echt zo leuk om het straks te gaan proberen. Wil je hem koud dan? Mij houdt hem koud. Maar hij kan maar 2 graden terugkoelen. Als hij nog niet gekoeld is, dan zou het moeten lukken. Ik weet niet hoeveel. Maar met Harry! Ja. Maar moet je hier hetzelfde doen als wat we laatst geleerd hebben? Nee. Nee, hij moet wel op druk houden. Niet nu draaien wat we net hebben geleerd. Dat weet je niet. Nee, dan komt er nu een schuimtje. Twee schuimtjes gaan zitten. We hadden bij de speciaal bier hadden we het anders, moesten we nog zo poef poef voor de druk. Ja. Dat was superleuk om te doen. Het was lekker bier trouwens. Ja, Loesje bier. We zijn ook even de vegan bacon aan het testen. De smaak is best oké, we kijken Loesje wel kan bakken. Leven. Het is zondag en Elise heeft weer tijd voor me gemaakt. Op zondag. We zijn nu even bezig met de vegan tekentjes zoeken. Want er komen zoveel vegan tekentjes op de kaart dat ik me eigenlijk aan stoor. Maar het moet wel. Dus we zetten nu even te kijken of we een soort van zo'n zwart rondje of zo. In plaats van allemaal van die groene dingetjes. Ziet er netjes uit, ja. Want die tekst hoort dus bij brunchplanken. Moeten we de... Heet die niet 35 brunchplank trouwens? Ja, hij heet 35 brunchplank. Neem ik al, dan staat er zo 2 keer brunchplanken. Wat ook wel heel leuk is vegan mozzarella. Dat heet volgens mij mondarella. Die vegan bacon was best wel top. Die hebben we gisteren getest. Ik ben heel bekend door met The Good To Go en ik heb ook series gemaakt waarin ik die boxen ging testen. Laatst heb ik er echt alweer iets van 10 gedaan, maar ik kom er niet aan toe om het te bewerken. Maar ik heb heel veel boxen gekocht op heel verschillende plekken, dus ik weet ook echt wel een beetje hoe het werkt. Dus dat is wel heel leuk. Oké, dus je betaalt 1,19 op een box van 15 euro en jaarlijks een vast bedrag van 49. 39 euro, oké. Nou, super, dankjewel. Right. Jij ook, doei. Ik heb dus gebeld met Michelle van Too Good To Go. Het was steeds geen prioriteit, maar nu komt het steeds dichterbij. En dat is wel heel leuk, want dan kunnen we dus met Too Good To Go gaan werken. Dat wilde ik sowieso vanaf het begin al heel graag. We zouden zelfs met onze experimentjes nu, wat ik steeds aan het maken ben, mogen we ook al in principe gewoon verkopen. Al zijn we nog niet open. Tegen voedselverspreiding. Dus dat is leuk. Nu ben ik bij Tika, jongens. Ik heb met Mel gebeld vanochtend, goed overleg gehad. Niet in het echt, dus maar wel telefonisch. Zij zei ook van ja, ik snap dat je nu echt het servies wil gaan kopen. Want ik moet gewoon die planken niet alleen op papier, maar ook in het echt voor me gaan zien. En daarvoor heb ik gewoon... Het servies nodig. Dus ik ga nu naar Tika. En als ik wat dingen verzameld heb, ga ik er even beeld bellen om te laten zien en zo. En dan kan ik het gaan kopen. Zoveel zin in.
echt heel erg leuk. Nou, het allemaal valt een beetje tegen. Dingen die ik wilde zijn er niet en zo. En ik heb met Mel gebeld en we hebben besloten om die en die weg te doen omdat ze te saai zijn. Dus, goodbye. Die zijn wel leuk. En die bruine. En die. Maar het valt echt tegen, joh. Oh my god, 25 minuten te laat. Hey. Oh, balen. Maar ja, het ging gewoon niet sneller. Je hebt het hartstikke snel gedaan. Voor alles ophalen en zo. Ja, dat stond. Ik heb letterlijk meer dan een half uur in de rij gestaan, joh. Bij het dieken. Mm-hmm. Oh, maar oké, ik ben er. Ik ben sowieso heel benieuwd hoe die kleur in het echt is. Ook, maar het hangt ook natuurlijk een beetje van de papieren. Ja, daarom. Ja, en dan daarboven nog die rietjes. Moeten ze wel eerst testen of het lekker is, maar ik neem aan dat die gewoon wel goed zijn. Zo, we hebben het net niet af kunnen krijgen, dus woensdag gaan we even door, maar we zijn wel al ver. Ik ben even het servies allemaal aan het tellen en aan het inpakken. Hier vast wat dingen die jullie kunnen zien. En we zijn aan het bijhouden hoeveel we dus nu van alles hebben en wat we nog nodig hebben. Hallo, het is weer werkdag en ik heb eigenlijk vanochtend eindelijk aflevering 13 kunnen bewerken. Hij is weer super lang, want ik loop er enorm achter, dus ik heb gewoon een lange aflevering. En om 2 uur ga ik even bellen met Mel over de menukaart, wat haar bevindingen zijn over eigenlijk nu de eindversie toch wel. Ik heb even aan de buurman gevraagd of hij alsjeblieft even de kaart voor me wil printen. En dan kan ik eventjes aantekeningen maken voor mezelf en een melder, feedback en zo. En nu ga ik even mijn urenlijst bijwerken van de afgelopen tijd en de takenlijst een beetje bijwerken. En weer door met de prijzen. En Mel zei ook van, het hoeft eigenlijk niet zo specifiek, want het kost gewoon veel te veel tijd. Dus ik ben blij, want dat wil ik het liefst ook niet. Echt op de cent is gewoon te veel werk. Dus daar ga ik nog mee door. En ik ga vanmiddag nog heel even zoeken bij de Xenos naar bakjes, want ik heb nog 1 klein boterbakje nodig. En dat is een beetje de dag. Ja, of we moeten het iedereen mondeling uitleggen. Van, hey, welkom, zijn jullie bekend met het concept wat je ook bij een sushi tent hebt. Dat kan. Ja, maar de mensen die dus langslopen en ons niet kennen, die komen zitten. En dit is zeg maar echt een totaal nieuw concept. Dus die gaat het niet begrijpen. Want ik zeg het steeds een beetje van, ja, dat is het zondaggevoel, lekker aan tafel met z'n allen, lekker beleg op tafel, je gaat lekker smeren, weet je wel. En dan vinden mensen het super leuk. Maar dat in woorden opschrijven klinkt weer heel suf, vind ik. Ja, ik zeg even mondeling toelichten of betere woorden. Het liefst heb ik het ook in 1 zinnetje, hoor. Als kids ineens geen overbroodje willen, maar zuurdees, dan mag het, kan dat gewoon. Het is nooit zeggen, het is wat duurder. En als mensen zeggen, ik lust geen zuurdeesbrood, dan zeggen we, oh, we hebben ook een overbroodje. Want als ze het niet willen, kunnen ze toch zeggen, heb je ander brood? Hoe gaan we nog aangeven wat er zelf gemaakt is? De pesto wordt zelf gemaakt, de bietenhummus, de yoghurtdip, truffelmayo weet ik nog niet, de kruidenboter, de erwtenmuntdip en de paprikadip. Ja, sowieso, al die eerste rij zijn allemaal minis. Zodat we niet met heel veel voorraad zitten. Nou, we hebben 1,5 uur gebeld. Super lang. Allemaal aantekeningen gemaakt. De hele kaart doorlopen. En nu kunnen we dus zeggen dat die klaar is. Dus ik ga dit morgen dan tussen 10:30 en 11:30 met Elise allemaal erin zetten. En al deze aantekeningen. En qua ontwerp is die goed. Hier moet nog een logo bovenaan. En nog even kijken naar een iets minder roze kleur. Wat meer oud roze. En dan verder alles aanpassen en dan de proefdruk aanvragen. Dus super spannend. Vandaag is een bijzondere dag in de geschiedenis van 35. Want vandaag is de dag dat we de food. Oh, ze heeft. Ja. De foodmenukaart gaan afmaken. Zoveel zin in. Ik heb dus alle aantekeningen van mijn gesprek met Mel nog 1,5 uur. Dat zijn dus de allerlaatste aantekeningen in de kaart. En die gaan we stap voor stap wijzigen. En dan, als het goed is, hij dan klaar, gaan we de proefdruk aanvragen. We hadden precies 1:35 de tijd. En het was echt de race tegen de klok om het op tijd af te krijgen. Had Elise dat weer een nieuwe meeting. Dus we hadden echt precies op het laatste moment alles. Maar toen stuurde ze hem naar me en zag ik toch nog een aantal kleine dingetjes. En Elise zegt van, het is maar een proefdruk, het maakt niet uit. Maar ik weet dat als ik het dan zie, de proefdruk, het aan mensen laat zien, dan wil je niet dat je al weet dat je die feedback nog gaat krijgen. Terwijl je al wist dat je dat moest aanpassen, als je dat ook bedoelt. En dan is hij dus wel echt klaar. En verder ben ik nu even bezig voor tackledag zaterdag om bij Suvas gebakjes te bestellen. En ik heb thee besteld. En bierfus te bestellen voor de tap. En nog hondenkluifjes regelen en dat soort dingen. We willen niet te veel tijd stoppen in de voorbereiding voor tackledag. Omdat het vorige keer met Koningsdag kostte het gewoon heel veel tijd. En dat was het qua omzet wel echt waard. Maar we moeten echt de tijd besteden aan open gaan. Maar de kaart is echt heel mooi en bijna helemaal af en perfect. En jullie zien eigenlijk echt al heel veel, maar goed. Omdat jullie de video kijken, vind ik het leuk om het alvast jullie te laten zien. Ik kan wel janken, want ik heb dagenlang lopen vloggen met een vertraagd beeld, waardoor er geen geluid bij zit. En ik dus al mijn vlogmateriaal kwijt ben. En ik heb zoveel gevlogd. Zoveel leuke vlogbeelden. Ja. Ik was helemaal blij, nu ben ik helemaal niet meer blij. In ieder geval, de gebakjes van Suze zijn nu bezorgd. Daar was ik heel blij mee. Dit zijn alle minis.
ik vlog straks wel. Ik kan hier echt van balen. Ik heb letterlijk al het materiaal met heel veel belangrijke beelden. Niks. Vandaag, Mel, die werkt elke dag. Niet normaal, die neemt nooit vrij. We nemen allebei niet veel vrij, maar zij neemt echt nooit vrij. Dus eindelijk neemt ze vandaag een dagje vrij. En ik ben nu bezig met helemaal het voorbereiden voor de tackledag. Morgen is de tackledag. We wilden er niet te veel tijd aan besteden. Maar het is toch weer een moment om geld te kunnen gaan verdienen. Dus toch wel een beetje veel tijd zit er nu inmiddels in. Maar het is wel heel erg leuk. Wat ik vandaag aan het doen ben. Ik heb vanochtend met mijn vriend de vriezer van Mel opgehaald. Die hebben we hier neergezet. Gisteren ben ik hier geweest om bierfusten aan te nemen, om de thee aan te nemen. Nou, heb ik allemaal gevlogd, is allemaal weg. Ik heb net al het oud papier en zooi weggegooid. Ik ben hier nu aan het opruimen. Het koffieapparaat van ons thuis mochten we even hier neerzetten van mijn vriend. Dat zijn apparaat. Zodat we ook koffie kunnen serveren morgen. Ik ben bekers gaan halen. Er waren al zoveel leuke beelden en ik heb nog dingen gefilmd over de menukaart. Nou ja, ik kan er niks meer aan veranderen. Ik krijg trouwens ook van Sue de kaartjes erbij. Met wat er allemaal in zit. Dus dat is ook heel erg leuk. Oh, zo'n houdertje. Trouwens, totaal geen samenwerking. Ja, samenwerking als in horeca-samenwerking. Maar niet dat we korting krijgen of zo, hoor. In ieder geval, de theezakken zijn gisteren bezorgd. Die heb ik aangenomen. Koffieapparaat. Nou, nu nog meer dozen weg te gooien. Ik heb echt superveel dozen weggegooid. De koeling staat er. De echte koeling. De fus. Ik ga straks het bord vast klaarmaken. Want ik wil niet dat we morgenochtend van alles moeten gaan doen. En hier dus een beetje aan het opruimen. Dit. Er zijn twee latjes afgevallen. Maar dit is Mel. Heeft dit gemaakt voor de bar. Super cool. Alle drank moet kouden wat we nog over hebben van Koningsdag. En ik heb bekers gekocht gisteren. Want ik dacht, laten we gewoon alles nog in to-go materiaal doen. En niet het echte servies. Dat gewoon bewaren voor de opening. We hebben ook niet onze echte koffie van man met bril morgen. Dus we gaan gewoon deze die wij thuis hebben. Die vinden we ook super lekker. Nou, hele leuke bekers kunnen scoren bij de Appie. Met 70% korting. Een soort panzer koeienprintje. En deze. En dan moet ik dus nog theefilterzakjes gaan kopen, want ik wil niet die thee-eieren gaan gebruiken. Dat vind ik zonde. Dus theezakjes om wel de luxe thee in te doen. Dus morgen kunnen mensen gaan kennismaken met onze thee alvast, met de sugebakjes. En verder hebben we gewoon alle drank die we nog van Koningsdag hebben eigenlijk ook beschikbaar. Allemaal honden snacks gekocht die je dan gratis krijgt, want iedereen die komt heeft waarschijnlijk een tackle bij zich. Dus ja, zo ben ik lekker bezig. Eergisteren heb ik dus geëxperimenteerd met het maken van echte truffelboter. Ik heb zomertruffel van de Macro gebruikt en het was een flop. Het smaakte letterlijk naar 0,000 niks. Ik heb er dus voor gekozen om geen truffelboter te doen op de kaart. En gewoon voor truffelmayo te gaan die wel gewoon kant-en-klaar is. Want ik vind bijvoorbeeld tapenade doorheen gooien of truffelolie er doorheen gooien vind ik ook niet echt huisgemaakt. Dus dan maar gewoon kant-en-klaar, want er is al zoveel wat ik zelf moet gaan maken. Dus ja. Nu ga ik eventjes knallen. Het is 20 graden vandaag. Het is bloedheet. De afzuigkap hangt. Ik weet nu niet meer wat ik gefilmd heb. Want alles wat ik gefilmd heb is er niet. Maar oké, ik zal nu stoppen met dat zeggen. Maar ik baal er echt van. Dus ik ga het nu even netjes maken hier. Oh my god, ik ben zo lekker bezig. Ik zie wel dat er allemaal mensen op ons terras zitten. Omdat het niet duidelijk wat ons terras is. Want de helft van ons terras bestaat uit de oude banken van Giuliani's. Dus dat snap ik natuurlijk niet wel. We zouden dus het oude terras van Jovel, die gingen die weggooien. Dus die mochten wij dan gebruiken tot we echt geld hebben om een ander terras te kopen. Ik kon in ieder geval gewoon lekker open. Dus ik dacht, ik ga het even vragen of ik de andere helft kan komen halen. Want er staan nu 2 4-persoonstafels en 2 2-persoonstafels. Dus in totaal 12 stoelen. En we mogen er 24. Maar ze hebben het al weggegooid. Vet jammer. Dus nu hebben we de 2 banken van Giuliani's wel. Daar kunnen ook wel veel mensen aan zitten. Ik ben super goed bezig, maar het is veel werk. Niet normaal. En ik wil alles echt een beetje netjes maken. Maar ook ervoor zorgen dat de klusspullen niet ineens op allemaal andere plekken liggen. Zodat de klusguys en Mel niet morgen alles kwijt zijn, want dat is super irritant. Oh, ik had echt niet verwacht dat ik het zo netjes kon krijgen. Nou ja, voor een klusband vind ik het echt nu super netjes. Kijk, ik ben helemaal blij. Ik ga zo nog even naar de winkel om koffiebonen te halen. Een paar bordjes. Dat moest ik, ik weet even niet meer wat ik nog meer moest halen. Ik heb bord gemaakt, daar ga ik straks op schrijven. Nou kijk, het ziet er nu toch echt best wel netjes uit. Het is alleen gewoon heel erg jammer dat we alleen gebakjes hebben en niks van eten verder. Maar ja, ik moet het toch niet te moeilijk maken. Dit is nu nog weer een nieuwe stapel met oud papier. Ik heb net alles weggebracht, maar ik heb nu de auto niet. Dus dat laat ik denk maar even zo staan. Of ik zet het achter, dat is wat netter. Ik ga nog even iets kopen waar ik de thee in kan doen. Want het werkt niet handig als je het vanuit zo'n grote zak moet gaan werken. Ook straks niet. Het scherm neemt Mel nog mee. En dan gaat Bart nog de zuurgebakjes en zo erin zetten. Nou, dit is een beetje voor de gebakjes. De ruimte. Dit is trouwens volgens mij zo'n plaat. Ik dacht dat we een grill hadden, dus ik dacht met van die ribbeltjes. Maar volgens mij is het zo'n plaat waar je gewoon zo'n ei op kan gooien. Zo ja, is dat echt geweldig. Eigenlijk gaan we geen ei bakken, maar goed, misschien uiteindelijk wel. En anders kan de frituurpan hier trouwens perfect op. Ik ben zo benieuwd naar de afzuigkap. Die hebben we dus ook gekregen van familie van Mel, van Bart. Net als dit blad. Die dus uiteindelijk perfect paste met een verlengstukje erbij.
Nou, hieronder komen allemaal koelingen. De hoogte is echt top. Kijk, super hoog, daar hou ik van. Hier staat nog extra drank. Dat hebben we morgen niet nodig. Drank, een prullenbak. Nou, de vriezer zit helemaal vol met zuigbakjes. Dit is ons eigen koelkastje. Die is ook nog leeg, dus er kan nog zelfs nog wat bij. Hier is dan alle troep van de klussers die ik gewoon heb laten staan. Hier zitten de bleedvusten koud. En daar zit nog een bleedvust. Kijk, we hebben ook een stopcontact die Alex heeft gemaakt. Vet chill. Nou, er zit heel veel drank al koud. Koffieapparaat. Ik moet melk halen, plantaardige melk. Ik moet morgen niet vergeten om de klopper en schuimer te halen. Dit zijn de bekers. Ik moet een waterkoker. 10 bladen vanmorgen. Dit was voor die watermeloen cocktail. Dat vond iedereen heel lekker. Bier en frisbekers. En nou ja. Het is toch, het valt reuze mee toch nu zo. Al het gekoeld bleedvust uit de koelkast. Maak de slang rondom de hals van de dop los en druk hard op de oranje knop. Druk hard. Druk hard. Wow. Stop, nee. Oh my god. Nee. Wat gebeurt er? Wat gebeurt hier? Is dit? Zitten. Zo, dat was echt 5 uur of zo, maar nu ben ik weer thuis. En ik heb even bij de Action potten gekocht, want die thee moet je natuurlijk sowieso voor jezelf in potten doen, want dat werkt handiger dan in die zakken. Maar ook om het houdbaar te houden heb je echt goede potten nodig. Ik heb deze pot bij de Action gekocht met 1,7 liter, dus ik hoop dat er 1 kilo thee in past. En anders, ja, weet ik niet. Maar ik ga ze gewoon nu ook stickeren, dus ik heb van die etiketten gekocht. Ik heb gewoon even simpele zoutjes gekocht, want de mensen die dan morgen wijn of bier gaan drinken, kunnen we dan gewoon zo'n lelijk to-go bekertje met wat zoutjes geven. En ik heb geen koekjes gekocht voor bij de koffie en thee, want dan wil ik eigenlijk gewoon dat mensen natuurlijk een gebakje bestellen. En als ik een koekje moest doen, we hebben geen bakjes, dus dan moest ik of een ingepakt koekje of iets wat zo groot is dat je het op het kopje kan leggen. Dus ik zat te kijken, toen dacht ik, nee, we moeten maar gewoon lekker een gebakje bestellen. Helaas was ik deze kwijtgeraakt voor op het krijtbord. En ik moet toch echt op het krijtbord schrijven. Dus ik moest een nieuwe kopen. En dan heb ik 2 keer een notitieblokje. Eventueel voor dingen, bestellingen op te nemen. Misschien komt er echt niemand morgen en ben ik helemaal voor niks bezig. Maar goed. En even 1 zo'n blok. Dus ik ga nu met deze stickertjes dan op de potten plakken. Of ik moet eerst even kijken of de thee er wel in past voordat ik ga plakken. Dan ga ik ze gewoon vastschrijven. Even sportkleren aan, zodat ik straks meteen door kan naar de sportschool. Maar hoeveel ik van mijn werk hou sinds ik dit doe, is niet normaal. Ik weet niet of ik dat al verteld heb, maar ik heb gewoon ook een beetje slaapproblemen. Doordat ik zoveel zin heb in mijn werk, dat ik gewoon niet wakker lig op een slechte manier, maar op een goede manier. Dat is natuurlijk niet goed eigenlijk, maar het is zo leuk dat ik de hele tijd gewoon wil dat het ochtend is. En als ik naar bed ga, dan wil ik eigenlijk dat ik niet naar bed hoef. Ik vind het gewoon echt geweldig. En nu ook, kijk, het werk is natuurlijk nu wel anders dan straks als we echt open zijn. Dat snap ik ook wel. Maar het bedienen en het maken van het eten vind ik ook wel leuk. Maar ook wat we nu aan het doen zijn. En als een dag als vandaag, ik vind het echt heerlijk. Normaal heb ik een hekel bijvoorbeeld aan korte ritjes maken met de auto. Zoals überhaupt in de auto zitten. En nu ga ik dus weer naar het pand rijden, want ik heb potten gekocht. Ga ik thee vullen. En echt, hoe leuk is het om thee lekker te vullen in potten. Echt love it. Ga het krijtbord mooi opschrijven. En dan als morgenochtend meld ik daar komen, is alles helemaal perfecto. En helemaal klaar om de dag te beginnen. Dus zoveel zin in. Ik heb gewoon elke dag niet normaal veel plezier in mijn werk. En dat had ik als juf dus niet. Ik had het voorbereiden van lessen vond ik echt zwaar irritant. Ik vond de kinderen fantastisch en de gesprekken met de kinderen en het creatieve erin kunnen gooien vond ik leuk. Maar de standaard lessen afwerken, eigenlijk zo ervaarde ik het, vond ik gewoon niet leuk. En moe altijd, zo vroeg opstaan. Ik vind het gewoon echt helemaal geweldig het leven nu. Ik ben mega vergeetachtig, merk ik dat wel. Ik moet natuurlijk wel een beetje in de gaten houden, ook gewoon genoeg slapen en zo. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Ik word om 2 uur wakker en dan hoop ik dat het ochtend is. Echt zo erg, niet normaal. Het is 7:15 en ik heb al 5 minuten meeting met Elise, dus ik moet nu gaan. Bijna alles is me gelukt. 1 theedeksel van de pot sluit niet goed helaas. Dus dan moet ik daarmee terug, maar het is onhandig, want de thee zit er al in. Het ziet er echt fantastisch uit. De thee is echt nog geweldiger dan de samples. Ik had het echt niet verwacht. Je zulke mooie stukken thee zou krijgen, bizar. Ik moet nu echt stoppen. Ik wil eigenlijk ook nog het vastvullen in zakjes dat het al klaar lag, maar dat red ik niet. Hier ligt de pin op te laden, hier liggen notitieblokjes klaar. De thee moet ik nog even goed. Ik heb het helemaal goed dichtgevouwen. Het moet eigenlijk op een andere manier nog even afgesloten worden. Want ze passen dus niet allemaal in de glazen dingen. Ik moet er echt gaan. Maar dit is mooi.
Dit zijn dus de speciale dingen die we morgen hebben. Andere kant van het bord heb ik helemaal uitgewist omdat ik het lelijk vond. Dus die moet ik morgen even opnieuw doen. En er kan nog een stofzuigertje doorheen. En dan moet ik morgen nog melk en havermelk, want dat hadden ze nu niet. Kijk, hier ligt allemaal thee op de grond, maar dat red ik nu niet. Dus nu ga ik. Zo ziet het eruit. En heel veel zin in morgen. There we go with Elisa. Hoor je mij? Oh, gelukkig. Hi. Hi. Het is je stalker. Je favoriete stalker. Ik stalk Elisa echt zwaar. Dan zijn we net uit de meeting. Want het is klaar. En dan, oh, hi. Er is nog één dingetje wat ik moet doen. Dan zegt Elisa, nee, voor de proefdruk hoeft het niet. Jawel, voor mijn hoofd moet het. Anders word ik gek. Oh, en dan vervolgens krijgt ze nog 30 appjes. En vervolgens krijgt ze een appje waarin staat, het valt allemaal wel heel erg mee hoor, hoeveel het is. Oh my god. Maar het valt echt mee. Ik zit echt niet te zoeken naar dingen die nog anders moeten, maar nu is het gewoon klaar. Ik vind het zo grappig. Ik zeg tegen Elis van, het is toch niet normaal hoe lang ik hierover doe, want ik wil het continu aanpassen. Zei ze, normaal doet ze een voorstel en dan heb je feedbackronde. Nou ja, ik zei, ik zit echt in feedbackronde 83 of zo. Ja. Maar ik heb het gevoel dat nu ik echt niks meer ga zeggen. En ik denk dan voor de proefdruk ook dat er echt bijna wel heel weinig nog gaat veranderen. Of niks. Oké. Okay. Top. This is done. Oh my god. Hij is nu echt klaar voor de proefdruk. Zo leuk. Geen tijd om te vloggen. We zijn al best wel lang bezig. Nice. Huh? Waarom ben ik geen... Oh ja, hier. Jezus, dat heb jij geen grote titel. Give me. Hij was toch leeg of zo, denk ik. Vaag. Het zou al leeg zijn, dus nog geen 2 uur. Ik had hem echt de hele nacht opgeladen. Kan niet. Nee. Dat is overstroom als je betekent. Oh, de cappuccino. Ja. Zo, toen ik echt 5 minuten binnen was, liep het storm met koffie. Gelukkig was mijn vriend er ook. Maar koffie is gewoon heel veel werk. Als mensen 8 cappuccino tegelijkertijd bestellen. Maar nu is het alweer wat rustiger. We hebben dit dus aan. Het wordt waarschijnlijk niet de officiële kleding, maar... Nee. Kijk, wie zit daar? Hey. Papa en mama. Oh my god, het is echt heel druk en heel leuk. En het gaat super goed. Voor je pot. Hey. Nou, lekker dagje gehad. We hebben nog geen to-do-to-go account. Dus ik heb op Instagram wat posts geplaatst. En net heeft iemand die me al heel lang volgt een box komen halen. Die ook onderwijsassistentenopleiding is gaan doen. Doordat ik de pabo deed. Echt zo leuk. En... Nee, we hebben geen bezem. Stof van blik? Ga chillen. Stof van blik. Nee, we hebben geen stof van blik. Ja, zo kan je het terras niet achterlaten. Nee, maar jij, Loes, je doet dat te veel. Ik doe helemaal niets. Ik heb de hele middag lekker zitten chillen. Heerlijk. Mijn schoonmoeder is echt de beste. Het is 6:30. Nou ja, we hebben... Heel veel mensen gingen zitten, maar die wilden eten. We hadden gewoon alleen maar gebakjes. Dus die zijn weer weggegaan. De omzet is echt niet te vergelijken met Koningsdag, maar toch wat verdiend. En het was gewoon zo leuk. En ook om de feeling te krijgen samen. Want vandaag hebben we ook echt samen gedaan. Op Koningsdag hadden we heel veel hulp. En nu echt samen gedraaid was super leuk. En nu ga ik het even gezellig afsluiten door het eten van mijn schoonouders en mijn ouders. En heel. Dus super leuk. Heel lekker. Hallo. Het is 10:30 en ik ga nu bij het Stadshart de laatste Too Good To Go box persoonlijk afleveren. Iemand zei, ik zit 9:30 in het theater en ik wil graag een box. Toen zei ik, ik kom wel brengen. Voor 6 euro, super grappig. Leuk toch, waarom niet? Ze staat hier nu denk ik, bij de bushalte. Goedemorgen, gisteren heb ik niet gevlogd, want het was onverwacht. Maar ik ging even mijn fiets ophalen in de Dorpsstraat. En toen was Melder weer met Alex en Bart bezig, dus ging ik en heel... Ook weer eventjes helpen en hebben we eigenlijk gewoon lekker wat dingen kunnen doen. Heel heeft de koof geschilderd. En Alex en Bart hebben een ledstrip in de bar gedaan aan de onderkant. Super mooi. De bar zit nu vast. De houten latjes die Mel heeft gemaakt. En de led lampjes zitten in de koof. En Mel is gaan schuren. De koof gaan schuren. Het ging heel erachteraan verven. Ik heb de deur geprobeerd schoon te krijgen die helemaal onder de stuk zat. En zo waren we gewoon super lekker bezig. Tackle dag was echt heel erg leuk. De omzet was echt een 8e van Koningsdag of zo. Maar... We moesten ook heel veel nee verkopen, niet nee verkopen in alcohol, maar nee verkopen als in sorry, dit hebben we niet, dit hebben we niet, dit hebben we niet. En heel veel mensen gingen ook weg omdat we geen eten hadden. Zaterdag, over minder dan 2 weken, is het dus oldtimerdag. En dan moeten we ervoor zorgen dat we ook alcoholvrij bier hebben. En ik zei, misschien kunnen we dan gaan testen met frituur, dus dat we dan bitter garnituur hebben. En dan ook meteen een beetje kunnen testen hoe en wat, want dat frituur moeten we ook nog allemaal uitproberen. Maar het gaat nu zo snel, jongens. Ik ben vandaag wel echt heel moe, maar...
Ik denk dat het allemaal heel erg rap gaat nu. Dus ik heb net bijvoorbeeld to-go koffiebekers besteld. We hebben echt we hebben heel veel geld op de rekening gezet voor deze onderneming samen. We hebben dus 50-50. Het is echt heel veel geld. En het is gewoon bijna op. Het is niet normaal. En er moeten nog wat dingen gekocht worden. Ik heb net een Maggi Mix besteld. De 5200 XL. Want die is gewoon nodig. Nou, dat is ook weer €400. €430. En de koffiebekers wilden we eigenlijk espresso. Gewone koffie. Cappuccino en latte macchiato / thee met bekers. Maar het is gewoon een te grote uitgave nu, want we weten niet wat er nog meer kan komen. Dus we hebben nu dan cappuccino en latte bekers. En cappuccino kan je ook een koffie doen. Espresso wordt echt bijna niet gekocht, heb ik het idee. Op zaterdag echt 0 keer. Voor to-go denk ik ook niet heel veel. Dan doe ik maar een grotere beker. En dan de latte bekers voor latte macchiato en thee. Dus die zijn besteld. En dan kan ik dat, heb ik aan Elise doorgegeven, want dan kan Elise weer kijken welke stickers. We hebben ervoor gekozen om voor nu alleen maar zwarte logo stickers te nemen. Niet met allemaal kleuren, ook in verband met kosten. Ik heb wel gezegd, ook tegen Mel, van we moeten het echt hebben. Want die promo is heel belangrijk. Net als de prikkertjes met zo'n vlaggetje eraan. Die moeten we echt hebben voor erin. Weet je, als mensen foto's gaan maken, is dat gewoon een mega promotie als ons logo erop staat. Dus dat moet besteld worden. Dat ga ik morgen met Elise doen. En het vetvrij papier moet besteld worden. En dan gaan we morgen de proefdruk echt bestellen. Want we hebben nog een aanpassing gedaan. En dan dat. En ik ga vandaag eventjes nog wat spulletjes terugbrengen. En dan, ga ik ook nog even op zoek naar theeservies. Want we zitten al, hebben al dubbel het bedrag uitgegeven wat we begroot hadden voor servies. En ik ga ook nog even naar de Xenos voor een plank, want dat hebben we ook nog nodig. En dan hebben we bijna al een servies. Maar het is heel spannend qua kosten. Mel is nu bij een groothandel voor... keukenapparatuur en zo. Het koffieapparaat wat we tweedehands hebben gekocht is niet afgekeurd, maar moest voor meer dan €800 gerepareerd worden. En daardoor is het apparaat bijna net zo duur als een nieuw apparaat. Dus die moeten we nog zien te verkopen, want die kunnen we niet meer teruggeven. We mochten alleen teruggeven als die stuk was, en dat is hij niet. En dan moeten we weer een ander koffieapparaat kopen bij waar we die allereerste keer koffie gingen proeven. Dus ook nog een grote uitgave. We moeten geld overhouden om onze eerste inkoop te kunnen doen, maar het wordt heel erg krap. Weet je, je kan denken, dan bestel je geen koffiebekers. Maar ja, daar verdien je heel veel geld aan to-go koffie, dus het moet wel. Dus ja. Oké. Good luck. Hey, Mel belde even. Zo, ik zie er moe uit. Voor aan mijn kant, zeg maar de eetkant, dat we dan een lage vriezer doen en een tweedeurskoeling. En in het inhammetje nog een groot koeling met daarnaast een lage vriezer. En dan uitgifte balie kassa. Oké, ik ga nu op zoek naar glazen. Maar waarom zie ik er zo moe uit? Omdat ik moe ben. Maar nog wel elke dag heel veel lol. Mel en ik zijn lekker de hele dag met elkaar aan het bellen. Dat is wel chill hoor, want alles gaat nu zo hard dat alles in de takenlijst zetten. Wat we eerst deden en dat daarna lezen is niet handig. Dus zij belt mij continu over klussen en de keuken. En ik bel haar continu over servies. We hebben super leuke ekkenkopjes erbij gevonden voor cappuccino. Voor de mensen die daarvan houden. We doen ook wat minder opvallende dingen hoor. En leuke mandjes die we al een tijdje wilden kopen. Eindelijk theeglazen gevonden. We wilden gewoon glazen. Die niet zo lomp zijn, maar wel wat groter. Want als ik iets een afknapper vind, is het dat je ergens thee bestelt. Ik krijg zo'n klein glaasje en lelijk en veel te weinig water. Dus ik zag een hele leuke ronde, maar die vonden we net te groot. Dus nu gewoon een perfect mooi glas. Lekker, een beetje elegant, niet zo lomp. Goed vast te houden. Finally. Redelijk betaalbaar, dus yes. En nu ga ik nog eventjes hier kijken of ik nog iets van terrasmeubilair kan zien. Kan vinden en dan lekker naar huis. Kijk hoe leuk allemaal. Dit ook net gekocht. Superleuk. Zo'n theeglazen. Lekker bezig. Waterglazen. Kijk, want we hebben dus... deze is echt tof. Ik kan mezelf niet zien, dus ik weet niet of je het ziet. Oh ja. Die is van Return to Sender, die had ik bij Tika gehaald. Maar ik heb dus het planken nog niet getest. Maar ik ga ervan uit dat deze voor een tweepersoons te groot gaat zijn. En dat dit meer is als mensen met 3 of 4 bestellen. Dus misschien is het zonde om ervan uit te gaan dat we deze maat nemen. Maar ja, de diameter is gewoon, dat is het gewoon, 50 bij 50 dus dan. Ja. Ik kan ook die nemen en dan voor deze plank er 2 velletjes op leggen. Is dat lelijk? Volgens mij niet. Want we hebben dus ook nog dit plankje. Deze gaan we heel veel gebruiken. Dit is heel lang en smal. Dit is 30 centimeter bij 12. 30 bij 12. En dan hebben we voor de brunchplank is het dit. Het zijn er dus 2. Ja, super onhandig.
Hey, ook 30. Die andere was ook 30 lang, toch? Ja, dan kan je hem of door de helft doen voor inderdaad 20, of je snijdt er gewoon een stukje af voor 30. Weet jullie nog dat ik zwaar mislukte vegan brownies heb gemaakt? Ik ga vandaag weer een recept testen. Een Engels recept van noracooks.com. En ik heb nu boter gesmolten. Ik ben alles aan het omzetten, ook qua maten. Dat moest je dus echt smelten, plantaardige boter. En die ga ik nu doen. En dan ga ik eerst alle ingrediënten afwegen en echt in bakjes doen. Want er zit wel een volgorde in hoe je het moet maken. Ik moet eigenlijk vegan chocolate chips, maar die hadden ze niet. Dus ik heb even dit. Nou, boter, dan moet straks eerst suiker erbij. Dan appelmoes met vanille extract. En ik ga nu nog bloem en zout en allerlei dingen afwegen. Hier hebben we bloem, zout, bakpoeder. Dit is appelmoes met vanille, pure vanille extract. Light brown sugar en boter. Nou, ik zit er wel even wel. Oké, en nu de laatste stap, namelijk het drogen erbij. En gaat hij weer. Ik heb per ongeluk de normale chocola gekocht in plaats van de witte, terwijl ik blondie zou maken. Maar ik ga deze er gewoon doorheen doen. Nou, ik was een beetje eigenwijs, want ik vond hem te droog. En heb ik er nog meer in de oven doen. En we zien het al. Het is wel lekker, maar het is gewoon net een soort zoet brood. Het is gewoon geen brownie. Ik snap niet wat ik fout doe de hele tijd. Het is al 22:30. Ik ga naar bed. Echt de hele avond weer bezig geweest. Met van alles. Het vetvrije papier was echt niet te betalen. €800. Uiteindelijk een site gevonden waar het goedkoper is, maar dat is eigenlijk slechtere kwaliteit. Maar we kunnen gewoon niet betalen. En zo zitten we de hele tijd. Geld begint echt een probleem te worden nu. We hebben nog maar heel weinig over. Dus we hebben net doorgekregen dat de LED-lichten €430 kosten. Dus we kunnen, nou ja, we moeten nog een terras kopen. Dan weer vind ik iets heel belangrijk, dan vind ik Mel iets heel belangrijk. En uiteindelijk is alles belangrijk. Dus het is gewoon heel krap nu, want we letten steeds op het geld. Maar als het dan op een gegeven moment ook echt bijna op is, dan kan je ook niet meer, dus spannend. Oké, eindelijk is het zover. De vlagjes met prikkers zijn besteld. Elise heeft de proefdruk besteld en ik ga nu de stickers en het vetvrij papier. Hi Poes! Bestellen. Ik heb besloten om het zelf te gaan doen, omdat de site van Elise is gewoon voor ons nu te goede kwaliteit, omdat kunnen we nu niet betalen. Dus zij heeft het voor ons op maat gemaakt. Het vetvrij papier wordt 20x25. Dus ook de snijmarge en zo voor ons erbij gemaakt. En de stickers worden dan niet 5x5, maar 4,5x4,5. Wordt dan rond. En die ga ik dan dus nu zelf bestellen, want dat scheelt gewoon heel veel geld. En op dit moment kunnen we gewoon duurder niet betalen. Dus niet de allermooiste kwaliteit, maar als het goed is, is het gewoon prima. En hebben we gewoon 2000 stickers voor €100. En het is ook met gewoon van kunststof, het is niet van papier en mat en met lijm. We weten dan niet of het hittebestendig is, maar ja, mensen gooien een koffiebeker toch daarna meteen weer weg. Dus het is voor nu gewoon goed. Dus ik ga even kijken. Ik lever mijn eigen bestanden aan. Yes. Uploaden. Oké, dit is dus. Even Annelies vragen of dit goed is. Hopelijk is hij nu wel goed. Oké, hij is goed. Yes. Ja, toppie. Yes, dit is gelukt. Oké, nu 1500 spelletjes vetvrij papier. Dat doen we hier op deze site. Die andere was drukwerkwiel.nl. Kijk nou hoe leuk. Ik heb taart. Niet dat we daar blij van worden. Welke afgezaagde taart? Het afgezaagde taart. Ja, hallo. Wat is dit nou? Jij begint ook met taart. Leuk. De lijn is er. De wat? De lijn. Lijn? Ja, want het behang nog niet zeker is. Dat het op tijd is. De lijn wordt vandaag bezorgd. Oh. Maar bij jou thuis, of hier? Why am I too close? Oh ja, voor ik dit gezegd heb, natuurlijk even een prachtige. Woehoehoe! Wat? Wat Ronald gisteren heeft gedaan. Oh, ja. Hebben we nog geen water, toch? Nee, wel het gitters. Lekker. Jongens, ik ga even wat vertellen. Stickers zijn besteld, vlagjes zijn besteld, vetvrij papier is besteld, proefdruk is besteld. En Elise gaat ook nog kijken. Nee, ze heeft ook gekeken voor goedkoper papier. Want de menukaart kost nu €6 per stuk en dat is weer duur. Maar we hebben wel de proefdruk daarvan aangevraagd. En bij dat goedkope papier kan je weer geen proefdruk krijgen. Dus we moeten even kijken hoe en wat. En macro is bijna helemaal geregeld dat we kunnen bestellen. Dus dat is ook fijn, want misschien willen we voor volgende week vast wat bestellen. Voor oldtimerdag en dan meteen bijvoorbeeld een theeglaas en zo mee bestellen. Zodat we aan de waarde zitten. Maar goed. Ik heb dus gisteravond even de bakkers, twee bakkers hier in de Dorpsstraat gemaild. Want we hebben natuurlijk Merel naast ons zitten. Hey! Hey. Maar
Zij heeft niet heel erg veel gebak. En het lijkt ons best wel leuk om voor de zoete plank bijvoorbeeld met meerdere bakkers te werken. Dat je van, eerst dacht ik 3 dingen op een zoete plank, maar misschien wel 5 kleine dingetjes. Dat je bijvoorbeeld Sue hebt, iets zelf gemaakt, iets van Merel, iets van Jongerius, iets van bakker Amberlaan bijvoorbeeld. En Jongerius had meteen geantwoord dat ze een proefbox wilde klaarzetten meteen vandaag. Maar in die box zaten dus dingen die ik niet echt geschikt vond. Een donut. Oh. Zo'n gebakje met roze, of niet de roze koek, maar zo'n, weet je wel, zo'n heel stevig amandelspijsachtige koek. Dichte. Ja. En boterkoek. En dat vond ik niet echt bij ons proeverijachtige passen. Zij dacht dat het juist goed bij cocktails en dat soort dingen. Maar toen heb ik het dus zelf uitgekozen. En nu heb ik dus dit. Een bavarois, een appelding. Want ik denk dat vinden... Bavarois. Dat vinden heel veel mensen lekker. Dit is met yoghurt. Vond ik ook wel interessant. En een cheesecake, want daar was ik sowieso naar op zoek. En ze hebben ook vegan brownies en vegan abrikozen taart. Die brownie was voor niet abrikozen wel, maar ik dacht dat kan altijd nog. En ik heb al tegen ze gezegd van, nou er zit waarschijnlijk heus wel iets lekkers bij. En dat het dan zo wordt dat we dan bijvoorbeeld iedere week iets wat lekker is bij hun halen. Gewoon 1 dingetje. En die dan bijvoorbeeld de 4 snijden voor op de plank. En ik heb al meteen gezegd dat we dat dan ook met een andere bakker in de Dorpsstraat gaan doen. Nou, dat vonden ze helemaal leuk. Dus dit meegekregen om te proeven en om te kijken hoe je het leuk kan snijden voor een plank. Lijm is vast bezorgd, want nog niet al het behang is er. En de kans is er dat niet al het behang zondag binnen gaat zijn, wat echt balen is. Ik ga even die muur verven. En die muur. Tot de helft. En daarboven komt dan behang. Daar word ik hier zo blij van. Jongens, zo grappig. We zijn natuurlijk de hele dingen aan het testen. Ook al zijn we nog niet open qua eten. Dus ik heb wat kaas en worst in een box gedaan. Ik heb even bij Cake That Cake 2 doosjes gekocht voor 1 euro. En op True To Go gezet. En echt binnen 1 minuut is er al 1 box verkocht. Ik vind het zo grappig. Hier zitten dus plakjes worst in, een halve worst en 2 halve kazen en nog wat nootjes. En dan gaat iemand dat straks ophalen. Zo grappig. Oké, maar ik heb echt uitstelgedrag. Ik heb hier lekker kopje thee. Want als ik hier ben kan ik lekker stiekem thee pakken. Ik heb de rooibos chai, die is heel lekker. En nu ga ik echt verven. En serieus, over 3 kwartier hebben we al een afspraak om bij hem te gaan proeven. Het is 3:15, ik wil eigenlijk om 12 uur beginnen met verven. Oeps. Oké. Welk verfbakje kon ik gebruiken? Die is zwart. Tijd voor de wijn. Koffie. Café is gewoon meer koolzuur. Kave heeft meer koolzuur dan Prosecco. Okay, waardoor je dus veel langer die bubbel krijgt. Yeah. Vroeger was kave altijd duurder, maar omdat ze tegenwoordig de mousserende wijnen net zo hoog belasten als de platte wijnen, krijg je dus dat het goedkoper is. Het grappige is, ik hou wel, weet ik, meer van Prosecco dan van kave. Ik ben heel blij als ergens een Prosecco te krijgen is. Soms zijn ze een beetje zuurig. Echt heel zuur. Deze valt voor mij. Super zacht. Deze is heel zacht, ja. Dit is dus een ugni? Een Agnis Blanc. Agnis Blanc. Met colombijn. Uit Frankrijk. Frankrijk. Heb je er ooit van gehoord, Mel? De eerste bij wit. Dit is dan de huiswijn, zou dit dan worden? Nee. Dit is een blend van 2 druiven, waardoor je dus aan de ene kant het zuur hebt en aan de andere kant het fruitig van 2 druiven bij elkaar kunt samenvoegen. Waardoor je dus voor een heel breed publiek een mooie toegankelijk glas wijn hebt. Te vielen. Zo van jong. Ja, het is wel een prima temperatuur om te proeven. Dus ja. Dan gaat het perfect. Maar dat vind ik dus lekkerder. Terwijl dit is zuurder, maar anders. Ja, maar goed. Ook zo. Ja, naarmate je dus wat kouder serveert, dan ben je die zuren ook vaak kwijt. Deze vind ik goed. Deze zou ik wel bestellen. Maar deze blijft wat langer op je tong zuur juist. Mm-hmm. Daar hou ik ook niet van hoor, maar ik vind de smaak lekker. Wat dat fruitige. Ja, het is in principe Pinot Grigio. Oh. Ja, dat is ik heb het net uitspreken. Van origine zijn. Ja. Ik vind een Pinot Grigio rosé altijd lekker. Weetje. Wijntje. Maar die hebben we ook. Weer totaal anders. Oh, deze ruikt wel. Meer zo'n alcoholachtig smaak. Ja, heel sterk. Ja, maar het gaat meer richting de sterke dranksmaak qua puurheid. Chardonnay, ja, die gaan altijd hard. En dit is dan South Australia. Dus deze is wat geler. Meer, ja, het is sowieso wat voller, wat rijker. Maar lekker. Ja, lekker mollig. Mollig? Mollig, ja. Dat is het my why. Mollig over je tong. Ja, het is wel leuk, want dit is Oxford Landing. Dit komt van Yalumba Estate. Dit is een family estate winery. Zij hebben
18 wijnmakers in dienst, waarvan er 12 vrouwen zijn. En het wijnmeester is ook een vrouw, Liz. Dit smaakt een beetje naar nootjes op het einde. Ja. Vind ik heel apart voor witte wijn, nog nooit geproefd. Proef je die na vandaag? Ja, nee, sowieso. Maar ik zit meer te kijken. Doe maar niet eerder. Denken. Ja, heel geel. Heel geelig. Maar ook prima. Er ook niks aan toe te voegen. Ja, ik vond alleen de eerste twee dus niet zo interessant. Makkelijk, hè? Lekker uitspugen. Ja, het liefst drink ik alles op, maar niet even geilen. Oh. Ik vind deze heel apart. Lekker. Ik denk dat deze lekker. Heel lekker is bij de borrelplan. Dit is echt absurd lekker. Maar er zit een soort hartig, snap je wat ik bedoel? Ja. Wat is dat? Ja, een beetje cashew. Ja, cashew. Ja, dat is het. Exact. Dat is het goede woord. Dat zocht ik. Maar weet je wat heel leuk is? Wat jij me achterover. Nee, ik heb het weggegooid. Wij hebben dus een veganistische kaasplank. Ja. En al die kaas is gemaakt van 90% cashewnoten. Oké, okay, dat was perfect erbij. Hoe leuk om deze wijn erbij aan te raden. Ja. Leuk dit. Ja, dit mag elke dag. Twee soorten rosé. Nou, we beginnen dan met rosé van Cinzo. Dat is een wat lekker boshaardwijntje. Moet licht zijn. Als je Spanje neemt, is het vaak donkerder. En dit is gewoon echt licht en gewoon heel erg geconcentreerd kan smaken. Heeft wel het frisse zuur, maar daarna krijg je lekker dat rosaardbeetje en dat frambozen erachteraan. Super toegankelijk en hij kwam ook in die geur ook lekker dat zuurtje. Maar het is een hele lichte rosé. Hij gaat best dicht bij wit, toch? Ja, maar het moet je gewoon licht hebben. Ik weet niet of het aan mijn smaak ligt vandaag hoor, maar ik vind ze allemaal heel zacht. Mm-hmm. Ja, ik ook ik heb wel eens echt weinig gehad dat ik denk, wat je bedoelt. Zo zuur of zo. Mm-hmm. Ja, ik snap echt wat je maar bedoelt. Maar deze zijn allemaal heel toegankelijk. Dit is zeg maar, binnen rosé, zeg maar, de volgende stap. Als mensen dus op een terras zitten, dit is echt gewoon, dit vliegt het glas in. Dus ja? Dit is Farina, die is ook dus, uit Noord-Italië. Er staat ook dus deze, dus de Pinot Grigio. Ja. Maar dan de Pinot Grigio blush, oftewel met de schilletjes meegegist. Ja. En daardoor krijg je dus die dichte kleur, want de Pinot Grigio druif is lekker. Een beetje een grauwige druif, zeg maar. Deze is lekker. Is het blush ook? Is ook blush. Ja. Is ook blush, toch? Ja. Oh. Ja, is ook blush. Zo, deze komt heel erg in de buurt van die. Grappig, want die vonden mensen heel bijzonder en kenden dat niet. Ja, nee, ja, maar dat is dus dit. Die verkoopt heel veel van. Super lekker. Die is iets bloemiger, maar ik vind deze ook wel lekker. Maar het is ook wel volle zachte smaak. Ja. Ik doe alvast even een reclame sportje. Ik voel de alcohol in mijn hoofd. Ja, dat. Nu al. Uh-oh. Blijven. En een mondlo. Lekker. Ja, dit is. Ik ruik het wel en dan gewoon. Het geeft mij niet. Nee. Ja, lekker. Dit is Carignan met Grenache druif. Dus dat zijn dus twee druiven, een blend van twee druiven. Waardoor ze ook weer die twee druiven elkaar versterken. Heel toegankelijk ook weer. Kijk, ik heel vies. Nee, ik voelde ook al in mijn hoofd. Wat erg. Dit is de Domaine Palma. Domaine Palmas Merlot. Mas. Dus enkelvoudige druif, Merlot. Nee, deze vind ik niet lekker. Nee, ik vind deze ook niet lekker. Ik vind deze naar plastic smaken. Dit is Merlot. Wat? Dit is typisch Merlot. Ja, maar dit ik kan is ook zoals Merlot hoort te smaken. Rioja. Rioja, dit is de kant van mijn vriend drinkt allemaal Rioja. Dit is dit is zeg maar een instap Rioja. Dus heeft minimaal houtlaag in gehad. Heeft ook iets hout gehad, maar echt minimaal. Waardoor hij dus wat meer naar het fruit toe gaat en wat minder dat houtlaag heeft. Ik vind deze wel lekker. Ik ook, maar misschien dat de Rioja eigenlijk vrij zuur was voor een rode wijn dan. Is lekker. Maar het komt misschien ook door al die wijntjes achter elkaar of zo. Nee, maar die vorige wijntjes waren niet zuur voor rood. Zonde, je moet eigenlijk minder inschenken, want nu gooi je heel veel weg. Drink je straks, dan komt het nog verleden. Godverdomme! Hoeveel euro zou je deze Dennis leeg drinken? Ik niet. Ja, zijn we jouw spuug, hè? Ja, maar niet echt spuug. Nee, jij hebt toch niet gespuugd? Nee. Weet je hoeveel erin zit? Ik ben met de auto. Dan moet Pociano de hand worden, zo. Deze is voor mij echt niet echt rood. Grappig. Dit is de Montepulciano de Barus. Montepulciano de Barus. Stom, hè? Weet je wat ik grappig vind? Deze is wel een mooie kleur. Deze vind ik het gerookte hebben van die Merlot, maar niet dat plastic. Nee, wel het fruit. Dit is iets pittiger dus, die kroketjes. Lekker. Dat is niet kroket. Nee, kijk al. Je zei kroket, maar dat is pittig. Leuk. Dus geniet ervan. Dit past perfect op een borrelplank, toch? Oh, dit is echt lekker. Zo, net liep ik even naar Cake That Cake om te kijken voor de zoete plank. En Mel zei ook van, zij hebben nu sinds maandag of zo zelf
een apparaat besteld om bitterballen te maken, kroketten. Dus toen ging ik daar ook even mee praten. Nu krijgen we dit. Ik vind zo'n worstbroodje, moet ik zeggen, niet heel bijzonder. Het is wel gewoon lekker, maar niet heel boeiend. Dit is heel lekker. Ik heb het nog nooit eerder geproefd ook. Ik vind wel dat de standaard bitterbal er nog steeds bij kan op de kaart dan wel. Het is echt wel anders. Het is heel lekker gekruid, stevig. De gewone bitterbal mag er ook bij van mij. Ik vind het ook heel lekker, maar toch, het is niet als een normale bitterbal. Oké, even lekker gegeten bij de Griek. En nu ga ik met heel laag 2 doen. En het jammer is, ik heb dus laag 1 met de oude pot gedaan. Terwijl we een nieuwe pot hebben die we helemaal niet gaan opmaken. Dus ik had beter alles met de nieuwe pot kunnen doen. Want in die oude zaten allemaal klontjes. Ligt dus helemaal niet aan mij. Ik dacht dat het aan mij lag. Maar het is dus helemaal niet zo. En nee, maar dat we tot die 3 lagen proeven. Dit staat er vast. We hebben lekker heel erg veel ruimte. Nog even gespiegeld worden. Lekker! Jongens, het wordt zo mooi. Zo vet. Oh my god. Op deze manier kan je wel het roze van binnen laten opvallen. Ja, want nu valt het veel minder op. Ja. Yeah.